Welkom, dit is de eerste screencast over het onderwerp assimilatie. Assimilatie is een proces waarbij grote moleculen worden gebouwd vanuit kleine moleculen. En we zullen het daar met name hebben over fotosynthese, wat de bekendste vorm van assimilatie is. Een iets minder bekende vorm is de chemosynthese, wat we met name bij bacteriën zien. En daar zullen we in het kort even naar kijken. Het is een inleiding en we gaan eigenlijk met name kijken naar hoe het blad van een plant in elkaar zit. Maar voor dat doen wil ik eigenlijk een beetje een groot overzicht geven van de komende hoofdstukken. Het is niet alleen de assimilatie, maar het is ook de dissimilatie. Dus het afbreken van grote moleculen om energie vrij te maken. En die twee zijn nauw aan elkaar gerelateerd. En het is wel handig als je een beetje een groot overzicht hebt. Dus dit schema zullen we nog vaker terugzien. We gaan vandaag maar een heel klein deel van dit schema behandelen. En in de komende weken zullen we dit steeds verder behandelen. Maar eerst even een overzicht. Hierbovenaan zie je vrije energie staan. En vrije energie is iets wat elk organisme eigenlijk continu nodig heeft. Die reacties die in een lichaam plaatsvinden, die kosten over het algemeen energie. En daar is ATP voor nodig. En ATP is eigenlijk een vorm van energie waar het lichaam iets mee kan. Het is een molecuul. Dat heb je al vaker gezien, dat drie van die fosfaatgroepjes, adenosine trifosfaat. En als je daar een van die fosfaatgroepen afhaalt in een cel, dan komt daar energie vrij. En die energie kan worden benut om allerlei processen aan te drijven. Nou, er zijn eigenlijk grofweg in de natuur twee methoden om met energie om te gaan. We hebben de autotrofe organismen. Dat zijn organismen die niet andere organismen eten, maar die vrije energie opnemen in de vorm van zonlicht. Of opnemen uit andere chemische stoffen en die energie benutten om organische stoffen te maken. En dat zijn dan met name suikers in eerste instantie. Er zijn ook andere organismen die leven van het eten van organismen en dat noemen we de heterotrofen. Dus die zijn niet in staat om zelf voedsel te maken, maar die moeten het van andere organismen hebben. Hè. Daar komt ook het hetero van het andere. Troof is voeden en auto is zelf voeden. Autotrofe organismen hebben dus in twee smaken. We hebben de chemosynthese, althans de organismen die chemosynthese uitvoeren. Die halen hun benodigde energie uit chemische stoffen. We hebben fotosynthese en deze organismen die al fotosynthese doen, die halen de energie die nodig is om suikers op te bouwen, die halen ze uit lichtfotos. Nou, die fotosynthese zullen we de komende les zien, die bestaat uit twee onderdelen. Een reactie die afhankelijk is van licht en een reactie die onafhankelijk is van licht. En die twee zijn heel sterk aan elkaar gekoppeld. Heterotrofe organismen. Verbranding over het algemeen. Nou, bij verbranding denk je aan zuurstof. Dat noemen we de aerodissimulatie. Daarbij kan een heleboel energie in de vorm van ATP worden vrijgemaakt uit suikers, uit vetten, uit eiwitten. En die aerobe dissimulatie die... Dus dat is met zuurstof, die komt in een drietal fasen. De glycolyse, de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforylering. Lastige woorden, komt vanzelf goed over een aantal weken als we dit gaan behandelen. We kunnen ook stoffen afbreken zonder zuurstof. Dat noemen we anaerobe dissimulatie en dat noemen we ook wel eens fermentatie. En die ken je bijvoorbeeld van de alcoholgisting. Op het moment dat je bier wil maken of wil wijn maken, dan ga je anaerobe dissimuleren. Althans... De gistcellen in dat bier en in die wijn die gaan anaerobe dissimuleren. En ook bijvoorbeeld bij het bakken van brood wordt gebruik gemaakt van organismen, van gistcellen die anaerobe dissimuleren. Nou. Gaan we even naar de fotosynthese en blijven we heel erg op het oppervlak. We gaan alleen kijken naar het blad, hoe dat er van de buitenkant uitziet. Zometeen gaan we een dwarsdoorsnede van dat blad bekijken en dan gaan we eigenlijk heel grofweg bekijken hoe de fotosynthese verloopt. Volgende les gaan we kijken hoe dat nou in de detail in zo'n cel verloopt. Nou, je ziet hier een blad. Er valt zonlicht op. Er staat hier al het blad als zonnecollector. Dus dat blad dat kun je echt gaan zien als een zonnecollector. Zonlicht wordt opgeslagen, althans de energie in die zon, in het zonlicht, en wordt opgeslagen in chemische energie in de vorm van suikers. Nou. Hieronder zien we de reactie vergelijken van de fotosynthese. We hebben een aantal reactanten, dus stoffen voor de pijl. Koolstofdioxide is daar een onderdeel van en water. En die twee worden omgezet onder invloed van lichtenergie. Worden die omgezet in suikers en in zuurstof.
Suikers nemen we over het algemeen glucose als voorbeeldsuiker, maar dat is maar een voorbeeld. Er kunnen meerdere suikers worden gevormd. Suikers is het doel van de plant, het vormen daarvan. Het zuurstof is een bijproduct en is niet per se noodzakelijk voor de plant en voor deze reactie. Het gaat wel als die plant zelf gaat verbranden, want ook een plant verbrandt. En dan kan die een deel van deze zuurstof die hij produceert, kan die gebruiken. De rest van de zuurstof is afval en daar zijn alle heterotrofen op deze aarde heel dankbaar voor. Want zonder deze zuurstof zouden wij niet kunnen leven. Nou, hoe kom je nou aan al die spullen als blad zijnde? Koolstofdioxide wordt door het blad opgenomen. Er zitten poriën, zogenaamde huidmondjes in het blad. Met name aan de onderkant, ook wel wat aan de bovenkant. Daarmee kan koolstofdioxidegas naar binnen, zuurstofgas gaat door diezelfde poriën naar buiten en ook water in de vorm van gas gaat naar buiten, wordt dat verdampt. De opname van water is nooit door die poriën, dus je ziet de pijlen hier altijd naar beneden gaan, naar buiten gaan. Water, als het in het blad noodzakelijk is, wordt het altijd aangevoerd vanuit de wortel via de stengel door deze nerven die je hier ziet, zo richting al de cellen die hier rondom die nerven liggen. Die nemen het water op die manier op. Hier liggen de cellen met bladgroenkorrels, die vangen dat zonlicht op, die maken suikers en die suikers die gaan terug in de nerven, zo richting de stengel en worden dan opgeslagen op een plaats waar ze nodig zijn. En dat kan zijn als een bron van reservevoedsel, als ze doorgaans naar de stengel, naar de wortel, sorry. Ze kunnen ook worden opgeslagen in de vruchten, om andere dieren te lokken om die vruchten op te eten. Maar ook bijvoorbeeld in de toppen van de takken, daar vinden heel veel celdelingen plaats. Daar zullen suikers nodig zijn voor de opbouw van nieuwe cellen. Daar kunnen ze dus ook heen. Dus die suikers die worden verplaatst naar een locatie waar ze nodig zijn. Nou, gaan we nu zo'n blad door midden snijden, dan zien we hier de bovenkant. Dus op, hier valt het licht op. Hier zien we zo'n nerf en hier zien we de onderkant met die poriën en hier gaat dus CO2 naar binnen en O2 naar buiten en H2O gaat daar naar buiten. Nou, je ziet een aantal celtypen. Eerst de meest buitenste celtype is deze, dat is de epidermis, zeg maar de huid van het blad. Het is een transparante cel. Er zit dus geen bladgroen in en die beschermt het blad tegen indringers en tegen uitdroging. En een extra bescherming tegen uitdroging is de cuticula. Dat is geen cel, maar dat is een wasachtige laag. Die is waterdicht en die zorgt ervoor dat er hier doorheen geen water kan ontsnappen. Anders zou je ook hier water laten ontsnappen. Nou, dat in geval van droogte zou die plant veel te veel water laten ontsnappen. Het enige water wat weg kan uit het blad, dat moet via deze huidmondjes. Onder die epidermislaag ligt een laag met bladgroenkorrels, dat noemen we het parenchym. Nou, die hebben we in twee vormen. We hebben palissade parenchym. Dat heeft te maken met de vorm. Het zijn vrij hoge langgerekte cellen. En we hebben sponsparenchym. Dat zijn wat rondere cellen met heel veel ruimtes ertussen. Dus het heeft een wat meer sponsachtig uiterlijk. Het palissade parenchym dat heeft veruit de meeste bladgroenkorrels, want het licht dat komt hier naar binnen, valt daar op die bladgroenkorrels en dat liggen we daar gebruikt in de fotosynthese. Ik wil niet zeggen dat het sponsparenchym geen bladgroen heeft, ook daarin zitten wel wat bladgroenkorrels. Dat licht dat wordt wel voor een deel nog doorgelaten en komt dan hier terecht en zal daar worden gebruikt in de fotosynthese. Die suikers die worden gemaakt, die gaan daar de nerven in en het water wat nodig is voor de fotosynthese komt hier de nerven uit. Hier zie je allerlei intercellulaire ruimtes, dat zijn grote luchtkamers die met elkaar in verbinding staan en daardoor kan het CO2 wat hier wordt opgenomen zich over dat hele blad verspreiden. Komt op de onderste laag uit, hebben we weer een laag epidermis. Maar hier is de laag epidermis, wordt hier en daar onderbroken door twee sluitcellen die naast elkaar liggen. En die sluitcellen, daartussen zit een opening en die vormt het huidmondje. En als je die zo'n huidmondje van de onderkant zou bekijken, dan krijgen we een beetje een boomvormige structuur. Dat is sluitcel nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
tweede boomvormige structuur, het sluitsel nummer 2. En dit gearseerde deel hier, dat is het huidmondje. En dit is een sluitsel. Nou, op het moment dat die sluitsel helemaal vol met vocht zit, dan neemt hij die boomvormige structuur aan, staat het huidmondje open. Maar die plant die kan, als er vocht tekort is, kan die vocht uit die sluitcellen onttrekken. En wat er dan gebeurt, dan krijg ik een beetje dit idee. Die sluitcellen die worden wat slap en die vallen tegen elkaar aan. En dan gaan de huidmondjes, die sluiten zich. En dan kan er geen vocht meer verdampen. Dus op het moment dat die plant een hele droge omgeving staat, gaan de sluitcellen dicht. En vindt daar niet langer verdamping plaats. Betekent ook dat er geen CO2 opname plaatsvindt. Hè? Dus dat is bijvoorbeeld een probleem tijdens een hele mooie warme zomerdag. Dan vindt daar te veel verdamping plaats. Gaan die sluitcellen dicht. En ondanks dat je heel veel licht hebt, heb je gewoon een CO2 tekort. Want je kunt geen CO2 in die plant krijgen op die manier. Want daar heb je echt die sluitcellen voor nodig. Nou, in die parenchymcellen, daar liggen dus die cellen met die bladgroenkorrels. En in die bladgroenkorrels daar zit pigment in, een kleurstof. En dat zijn een aantal pigmenten, met name groen. Daarom zien die planten er groen uit, die bladeren. Maar er zijn er bijvoorbeeld meerdere kleurstoffen. Je ziet hier links een chromatografiepapiertje. En papierchromatografie, wat je hier ziet, dat is een proces. Dat heb je in de derde wel eens gedaan bij scheikunde. Toen hebben we een papiertje gepakt en dan zet je hier zo'n mooie punt op. En zit hier in een loopvloeistof. En vervolgens werden die pigmenten in die stift van die pen, die werden van elkaar gescheiden. Elk pigment vormde een afzonderlijk bandje, afhankelijk van hoe goed dat pigment oploste in de loopvloeistof of hoe het zich hechtte aan het papier. Nou, dat werkt hier op hetzelfde idee. We hebben hier een puntje gezet, maar dan van een oplossing van bladgroen. En je ziet nu een aantal banden. En we zien hier chlorofiel B, chlorofiel A, xantofiel en caroteen. En dat zijn een viertal pigmenten die we eigenlijk altijd wel in bladeren aantreffen. Het zijn niet de enige, maar wel vier veel voorkomende. Nou, de groene pigmenten, dat zijn deze twee. Dat zijn de chlorofiel pigmenten. En die zijn belangrijk voor de fotosynthese. Xantofiel en caroteen zijn geel en die spelen een iets minder belangrijke rol in de fotosynthese, maar ook deze pigmenten kunnen zonlicht opvangen. En die pigmenten, dat zijn dus de moleculen die het zonlicht opvangen en die het vervolgens door een aantal chemische reacties weten om te zetten in ATP. Gaan we volgende keer naar kijken. Hier, tweede plaatje, dit is zo'n chlorofielmolecuul, groot molecuul, hier een lange koolstofstaart. Hier, belangrijk, zit een magnesium-ion. Dat is de reden waarom planten veel of graag magnesium opnemen in hun voeding. Krijgen ze dat niet, dan worden ze wat gelig, omdat ze dan geen bladgroen kunnen maken. En hier zie je wat alternatieve groepen. En dat zijn eigenlijk de enige verschillen tussen chlorofiel A en B. Je ziet hier dat chlorofiel A en B zijn in dit opzicht gelijk. Nou, je ziet hier een D'tje staan. Er zijn meerdere chlorofielen, ook nog chlorofiel C en chlorofiel D. Maar die behandelen we eigenlijk nooit. En hier zien we één verschil. Chlorofiel A heeft op deze punt van deze koolstofring een CH3-groep, een methylgroepje. En hier, de chlorofiel B, heeft hier een C, een dubbelgebonden O, een H-groep. Dat is het enige verschil tussen chlorofiel A en B. Dat lijkt redelijk nietszeggend, maar het heeft wel effect. Want als je op het derde plaatje kijkt, dit is een absorptiecurve. En wat je ziet op de x-as zijn een aantal kleuren, hè, van een beetje paarsig naar blauw, groen, geel, oranje en rood. En op de y-as zie je de absorptie, dus hoeveel van, van die kleur wordt opgenomen door de pigmenten. Nou, dan zien we dat de chlorofiel A en B beide redelijk veel licht opnemen in het blauwe spectrum. Ook redelijk veel licht opnemen in het rode spectrum. Eigenlijk totaal geen licht opnemen in het groene en gele spectrum. En dat betekent dat dus dat groene en het gele licht hoofdzakelijk wordt doorgelaten of wordt teruggekaatst. Dat is ook de reden waarom we alle planten als groen zien. Toch zien we verschillen. Hè? Dat chlorofiel B dat zit hier een beetje meer in deze richting. En chlorofiel A absorbeert beter in deze richting. En de combinatie van die twee zorgt ervoor dat een plant redelijk in dit spectrum redelijk goed kan absorberen. Nou, de xantofiel en caroteen die kun je er ook in tekenen en die zorgen ervoor dat het spectrum waarbinnen een plant licht kan opnemen nog wat breder wordt.
Neem niet weg, deze regio met het groene licht is eigenlijk voor geen enkele groene plant echt bruikbaar. Nou, tot zover weer een tweetal vragen. Een meer keuzevraag, een redelijk wat leeswerk. We zien hier een curve waarvan eigenlijk onduidelijk is wat er op de i-as moet staan. Maar als je goed hebt opgelet, dan kun je dat afleiden. Maak deze vraag, maak ook deze open vraag. Vul het gewoon weer onder in het schemaatje hieronder. En dan bespreken we die de volgende les. Succes!